Cheyenne Ewijk serveert in de vrouwenfinale van TL International, dat dit jaar een aanzienlijk minder aansprekend deelnemersveld kent, omdat het toernooi is teruggegaan van Challenger naar Future. Dat betekent wel dat er voor het eerst sinds 2007 weer een Nederlandse winnares gaat worden gekroond, als opvolger van Arantxa Rus. Ewijk staat op een break achterstand en voorkomt een tweede break van deze Suzanne Lamens. Pas 17 jaar en die heeft een waanzinnige week achter de rug in Alphen. En hoopt dat te bekronen met een fraaie toernooizegen. Nu zijn de rollen omgedraaid en heeft Ewijk breakkansen op de service van Lamens. Die dus haar voorsprong onder druk ziet komen en daar is nu niets meer van over. Het is 5-5 in de eerste set. Spannende finale. Waarbij Ewijk de favoriete is als eerste geplaatst in Alphen. En 11 jaar ouder dan haar tegenstandster. Wederom breakkansen, want die zijn er over en weer. En dan haalt Ewijk een dropshot uit de kast. En daardoor pakt ze de game. En plaatst ze een break. Zo kan Ewijk de set uitserveren. En dat doet ze in stijl. Want deze bal valt buiten. Een love game voor Cheyenne Ewijk. Die op weg naar de finale 2-3 setters speelde. En nu in rap tempo de lijn door probeert te trekken in de tweede set. Beide speelsters kwamen ook al elkaar tegen in de finale van het dubbelspel. Toen won Lamens met Nina Kruijer van Ewijk en Rosalie van der Hoek. En nu is het spannend in de tweede set, 5-5. En nu serveert Lamens. Neemt ze een 40-0 voorsprong, maar ziet ze Ewijk terugkomen tot deuce. En dat maakt het moeilijk voor de jonge speelster. Die hier wel weer probeert orde op zaken te stellen. En zo is het een voorgerecht voor de mannenfinale die zeer de moeite waard is. En dat komt vooral ook door deze Suzanne Lamens, die verrassend presteert. Maar haar talent staat buiten kijf. Hier heeft ze wel een dubbele fout en dat kan er wel eens duur komen te staan. Want nu is het aan Ewijk om wederom de set uit te serveren en daarmee op weg te gaan naar haar eerste toernooizege in Alphen. Ze komt er al jaren. Heeft een goede band met TL International. En heeft nu de uitgelezen mogelijkheid om de wisselbokaal naar haar hand te zetten. Dit is wel een aardige rally waarbij Ewijk haar tegenstander voor een voldongen feit stelt. En voor Lamens is het bijna voorbij. 2 matchpoints voor Cheyenne Ewijk. En dat kan ze afmaken door bij het net te volleren. En door een foutje van Lamens klinkt daar het blije geluid. Cheyenne Ewijk schrijft TL International op haar naam en ze is er maar wat blij mee. Cheyenne Ewijk, daar sta je met de trofee en de check die je bij de overwinning TL International hoort. Hoe voel je je? Super blij natuurlijk. Dat is een hele mooie week voor mij. En, kwam je eigenlijk, stond wel eerst op plaats, maar ik kwam je eigenlijk zonder verwachtingen. En ik wou gewoon een lekker toernooi spelen, mijn best doen. En, ik heb van iedere wedstrijd genoten. En vandaag was super sfeertje op de baan. Heerlijk publiek en lekker weertje. En, ja, het was een fantastische dag. En, ik ben, de tegenstander speelt natuurlijk lekker goed. En, die heeft nog een hele goede toekomst voor zich. En daar gaan we nog veel van horen. Iedereen vraagt zich hier haast af, wie is dat toch, dat meisje van 17? Ja, ik begin pas ook net met Future spelen en zo. Dus het is een beetje onbekend terrein nog voor mij. Maar het is leuk dat je dan nu gelijk een mooi resultaat neerzet. Met welke verwachtingen begon je aan dit toernooi? Ik ga altijd natuurlijk met het toernooi en met de hoop dat ik gewoon het toernooi ga winnen. En ik had misschien niet verwacht dat ik in de finale zou komen, maar ik ben toch wel erg blij dat ik het toch heb gehaald.